Maar naar die pranayama. Dus we willen eigenlijk de prana beheersen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Beheersen, versterken, vergroten. Dat is wat pranayama wil. En dharana, dhyan en samadhi. Zijn de drie stappen die erna komen. En ik leg dat wel eens uit als een pratyahara komt naar toe. Vergeet die pratyahara. Jullie kennen allemaal koordansen. Ja, een koordans, hè? En je hebt zo'n trap. Loop je naar boven om over dat koord te lopen. Kunnen we allemaal iets bij voorstellen? Ja, oké. Okay. Neem je heel je bagage van vroeger mee als je die trap oploopt? Nee, je moet alles achterlaten. Dus pratyahara begint daar. Pratyahara begint bij het punt, als jij die trap op wil lopen, moet je al je bagage achterlaten. Dat gaat niet. Dat gaat niet op dat touwtje. Dan red je niet. Je valt er vanaf. Dus als je graag wil vallen, moet je het gewoon een paar keer doen. Maar het werkt niet als je alles meezult. Dus je moet loslaten. Pratyahara is je losmaken van alle zintuigelijke prikkels om je heen. En je naar binnen keren in het lichaam, alsof je in een kokon zit. En als je in die kokon zit, dan ben je totaal niet meer bezig met de wereld om je heen. Je neemt even afscheid. Iedereen denkt, ja, maar de wereld loopt niet weg. Wees gerust. Meditatie is de eerste stap, zitten. Zitten, naar binnen keren en zorgen dat de zintuiglijke prikkels van je verstommen, verstillen. Jij hoeft niet meer bezig te zijn met die prikkels. Op het moment dat je naar binnen keert, sluit je ogen. En waarom sluiten we de ogen? Omdat de ogen en de oren de meest belangrijke zintuigen zijn van ons lichaam. Je kunt wel iets op je oren zetten, maar denk van, oké, maar je ogen kun je in ieder geval sluiten. Naar binnen keren, en dat begint eigenlijk met pratyahara, is niet de intentie wat ik soms wel eens tegenkom helaas. Ja, Ron, dan ga ik zo zitten, maar dan zie ik kleuren. Zie ik dan kleuren of zie ik dan ook God? Zie ik dan dit, zie ik dan dat? Ze zitten eigenlijk met zo'n reisprogramma in hun hoofd, dat ze dat allemaal willen gaan zien binnen no time. Dus ik zeg, als je deze techniek gaat doen de komende 10 jaar, dan praten we daarna verder. Ja, dan of ze lopen weg, of ze gaan toch maar aan. Meditatie is een lange termijn denken. Dus wat krijg je, is pratyahara, is de eerste fase van, als je die trap oploopt voor dat koord, zorg je dat je alles achter je gelaten hebt. Je bent gefocust om daar overheen te gaan lopen. En met niks anders ben je bezig dan dat. Niet met de boodschappen voor morgen, niet met de conflicten van dan, niet met dit of met dat. Nee, je bent bezig met dat koord. En dat koord is eigenlijk je mantra. En op het moment dat jij daarop gaat staan, dan komen wij daarna. Focus. Je focust. En op het moment dat je gaat focussen, betekent dat je die trap op gaat lopen, je laat die wereld achter je, je trekt je als het ware naar binnen. Je staat bij dat koord en dan komen we bij dat punt van, kun je die focus vasthouden? En de kunst is om één te worden met dat koord. Dus met die mantra. En dat hele stuk lopen over dat koord vraagt dhyan. Focus voor één worden met. Samadhi is eigenlijk het pad wat daarop volgt. Want dan leer je als het ware, wat je wel eens met die koordansen ziet, alsof ze met de ogen dicht kunnen doen. Weet je, ze zijn zo één met dat stukje. En dat is de meditatie die ons daar naartoe helpt. En op het moment dat je uit meditatie getrokken wordt, dan is het alsof je er even afspringt. Word je teruggeworpen, terug, en je voelt dat lichaam weer. En dan denk je, oh, ik was even weg. Het was 5 minuten. Soms is het 10 minuten, soms is het een half uur. Maar het punt is dat we proberen om die ladder op te lopen. Maar wie houdt ons tegen? Wat houdt ons tegen? De Kauravas. De Kauravas. Ja? Die houden ons tegen. Dhritarashtra zit daarnaast en zegt van, joh, doe niet zo dom man, je moet helemaal niet de trap op. Echt waar niet, moet je helemaal niet inzetten. Je kunt beter naar een terrasje gaan, lekker zitten met het zonnetje, dan geniet je van het leven, toch? Dus heel veel mensen vragen aan me van, maar waarom zou ik mediteren? Ik zeg, voor mij hoef je niet. Voor mij moet je niet. Als ik het maar doe. Dus als iemand geen zin hebt, moet hij het niet doen. Dit heeft namelijk te maken met, wat is de zin van het leven? Wat is de kwaliteit van het leven? Wat is jouw zoektocht in je leven? Wil je werkelijk weten wie dat werkelijke zelf, innerlijke zelf is? Kun je maar één ding doen. Je kunt voor de spiegel gaan zitten, maar dan zie je het nog niet. Dan zie je alleen maar de deur. Of je doet die deur open en gaat naar binnen.
Je gaat die trap op en je gaat die koord op. Eigenlijk laat je de wereld heel leven voor wat hij is. In al zijn hoedanigheden. Pratyahara is, die sluit één poort. Ja? Maar er zijn er nog twee. Dus je hebt drie belemmeringen. Tjus. De eerste is het zintuiglijke, het fysieke. Dat is wat we achter moeten laten. Dan hebben we alle gedachtes die in relatie staan met het verleden. Alles waar je aan denkt, gedacht hebt, waar je mee stoeit, waar je mee je issues, mocht je die hebben. En het andere stukje is naar de toekomst, waar je naartoe wil. En hier zit een grote valkuil in. En die valkuil heet verwachtingen. Verwachtingen, hoop, verlangens. Oh, wanneer kan ik de verlichting bereiken? Wanneer zie ik nou dit? Wanneer zie ik nou dat? Mensen die na 10 jaar bij me komen en zeggen van, ik heb nog steeds die verlichting niet gezien. Ik zeg, nee, dan moet je er niet naar zoeken. Die staat onder die lamp. Het licht zit er al. Maar zeg ik van, vraag maar eens aan mensen om je heen of ze jou hebben zien veranderen. Dan zeg ik, oh ja, ja, ze vinden me wel wat rustiger. Oh, oké. Dan komen er wat langzaam veranderingen die automatisch door de meditatie veroorzaakt worden. Omdat je, die monkey mind, die wordt langzaam door de jaren heen wat rustiger. Die merkt dat hij toch niet zoveel grip heeft op dat intellect als dat hij dacht. En als je dan die grip kunt vastpakken, dat je die monkey mind wat meer tot rust kunt brengen, dan ga je merken dat je er bovenuit kunt stijgen. Dan kom je bij dat punt wat Guruji zei, go beyond your mind. That's all. Dan pas kom je erachter dat die mind als het ware een soep is van gedachtespinsels, van gedachtenvormen, van gedachten die uit het verleden zijn naar de toekomst gaan, emoties, alle, de hele mikmak. Jouw hele denken, dat komt steeds naar boven borrelen. En alles wil op het bewustzijnsscherm komen, alles wil gezien worden. En sommige mensen zeggen, ja, daar kijken naar. Ik zeg, kijken naar, ik wil helemaal niet naar kijken. Ik wil op dat koord lopen, ik wil niet naar die lucht om me heen kijken, ik wil naar dat koord, ik wil op dat koord lopen, ik wil die mantra zien. Ik heb geen interesse in die wolken die daarom zitten. Ik heb geen interesse in de mensen die daar zitten te kijken. Ik moet op mijn mantra, op mijn koord focussen. Je bent niet bezig met de vrucht daarvan. Want dat is de grootste valkuil bij meditatie. Wat is de vrucht van mijn meditatie? De vrucht komt vanzelf. Maar als je gaat zitten wachten op een appel aan een appelboom, dan zit je lang te wachten. Misschien zit je wel bij de verkeerde tak. Goedenavond. Dus als je bij de verkeerde tak zit, dan zit je lang te wachten. En wat bedoel ik met die verkeerde tak? Is eigenlijk de techniek. Als ik kijk naar Guruji en naar Swami Yogananda, mijn inspiratoren, als je het over meditatie hebt, is, wij hebben een leven opgebouwd waarin we geleerd hebben om naar de buitenwereld te kijken. Waarin we geleerd hebben om onze behoeftes te bevredigen in de buitenwereld. Waarin we geleerd hebben afhankelijk te zijn van de buitenwereld. Waarin we geleerd hebben dat het ego toch soms wel heel belangrijk is. Dat je zin krijgen belangrijk is. Maar op het moment dat we naar binnen keren, werkelijk naar binnen keren, betekent dat je de wereld laat. Dat je je mind stil kunt brengen en je ego kunt relativeren. Ik noem wel eens, zelfspot is een heel, heel leuk instrument. Want zelfspot betekent dat je je ego niet meer zo serieus neemt. Als ik zoals vanmorgen, zijn ze daar aan het zweten, ik snap ook niet waarom, maar goed, ze zweten zich te barsten. En dan probeert er eentje te klagen en zeg ik van, wie klaagt er nou? Is het ego of het intellect? Want het intellect wilde hier komen, maar het ego dacht van, oh, waar ga ik nou weer aan beginnen? Snap je? Je ego moet je af en toe een beetje kietelen. En vooral niet te serieus nemen. Dus als je geen succes boekt voor je gevoel, dan is dat de mind en ego. Intellect weet van, ik moet zitten. Dit is het ritme waarin ik wil zitten. Dit is het ritme waarin ik moet zitten. Dan daar liggen de antwoorden. Waarom zouden we mediteren? Ik denk in eerste instantie om je te verankeren in jezelf. Om het werkelijke zelf te vinden, maar in eerste instantie om te verankeren in jezelf. En wat voor winst geeft jou dat in je leven? Verankeren in jezelf is dat je veel meer de toeschouwer kunt zijn van het leven
En eigenlijk het leven heel relaxed is. Het leven is niet zo complex. Wij maken het complex. Wij maken het heel lastig. Maar eigenlijk als je wat meer toeschouwer kunt zijn van het leven, ja, weet je. Dingen gebeuren. En als je steeds met je ego en met je mind bovenop wil gaan zitten, ja, dan heb je een interessant leven, maar ook een vermoeiend leven. Toch? Dus je kunt beter af voor de toeschouwer zijn om te aanschouwen van wat gebeurt er nou. Ik zat op een gegeven moment in een conflict in India. En ik was samen met Yogananda en we zaten, ik zat niet met hem in conflict hoor, maar met iemand anders in conflict. En het was best wel emotioneel. En Yogananda die fluistert in één keer, be the watcher. En hij vroeg me de toeschouwer te zijn. Maar ik zat, nee. Oh, toeschouwen. Nu. Weet je, zo. Oké, als hij dat zegt, doe ik dat. Want dat leer je. Je leren luisteren naar je leraar. Maar op het moment dat ik daar bovenuit steeg en de toeschouwer werd, zag ik in één keer de ander op een veel neutralere manier. En ik kon begrip, ik kon compassie voor die persoon krijgen. En het was eigenlijk in een soort transachtige situatie, omdat eigenlijk had ik het idee van, ze hebben het niet door. De anderen hebben niet door wat ik nu aan het doen ben. En op het moment dat ik weer terugzakte, was mijn boosheid weg. Was mijn agressie weg, was mijn gevoel van, ik moet hier iets rechtzetten weg. Ik zag wie die was en ik had eigenlijk alleen maar, deed ik dit en ik had zoiets van, ik snap je. Dus de kracht van het in de toeschouwer gaan zitten, betekent niet dat je jezelf aan de kant zet. Maar je wordt de toeschouwer van waar je eigenlijk middenin zit. En dat maakt het leven veel relatiever. Ik was niet gekwetst. Mijn ego is gekwetst. Maar niet mijn werkelijke zelf. En als we dat voor onszelf helder hebben, dan kan dat zeg maar een hulpmiddel zijn in het leven, om het leven wat aangenamer te maken. Meditatie is daar een absolute sleutel in. Want die sleutel is zo belangrijk dat je gaat zitten. Zitten. Sommige mensen zeggen, ja, maar dan kun je toch net zo goed iets nuttigs gaan doen. Weet je, je zit daar maar. En dan, als ik dan zeg van dat ik 's morgens anderhalf uur zit, om 5 uur. En dan zeg je, ja, maar kun je toch lekker zijn? Ja, dat weet ik, maar je weet niet hoe lekker het is om te zitten. Heerlijk. Ik ga met plezier zitten, sta ik om 5 uur op en denk van, ik mag weer. Dat stukje energie wat er dan ontstaat, draag je de hele dag met je mee. Dus waarom zouden we dat, nu hebben we net gegeten, nu mediteren is niet zo heel handig, want dan zie ik zo meteen de kopjes. Ja toch, dat gebeurt. Want die maag zit daar te werken, al dat eten wordt daar verwerkt. Vooral als je 2 borden hebt opgeschept, nou dan werkt dat wel. Dus, 's morgens vroeg, dat is subtiel, hè? Heel subtiel. 's morgens vroeg is de beste tijd om te mediteren. Er zit, de lucht is het beste. De stilte in de ether is het best. En misschien weten jullie de verhalen van vroeger vanuit India, is dat als er berichten moesten doorgegeven worden aan de kinderen die ver weg woonden, is dat ze naar een yogi gingen en die zeiden van, goh, zou je mijn zoon, want de vader is aan het overlijden, noem maar iets. Dat die yogi in meditatie in de nacht ging. En in de nacht ging hij naar die zoon toe, om hem duidelijk te maken dat hij naar huis moest komen. Dat was de gangbare weg. Wij kunnen daar niks meer bij voorstellen, maar dat was een gangbare weg en dat is nog steeds zo. Dat betekent dat in de nacht, als de ether zeg maar rustig is, kalmer is, dat dan veel makkelijker, zeg maar, je state of mind tot rust kan komen, kan blijven. Je bent uitgeslapen, je bent wakker, en op het moment dat je gaat zitten, en het is een gewoonte geworden, dan zit je gelijk goed. Sommige mensen die heel onrustig zijn, die gaan eerst een paar oefeningen doen, maar op het moment dat je gewend bent, dan is dat de beste tijd om te zitten. En je hebt er alleen maar baat bij. Er liggen alleen maar voordelen, er zitten geen nadelen aan. Want als je last van je benen krijgt, van je lichaam krijgt, moet je gewoon meer oefeningen doen. Zoals Patanjali zei, zoals Guruji zei, je moet gewoon zorgen dat je een fit lichaam hebt.
Dus je moet bewegen. Dus in plaats van te mediteren gaan we zo meteen al met een handstand. Maar goed, ik heb het geskipt omdat we net hebben gegeten. Dat is ook weer niet zo bevorderlijk. Maar om het lichaam, zeg maar, klaar te maken voor de meditatie is een belangrijk onderdeel. En iedereen moet daar, zeg maar, voor zichzelf aan werken van, wat is belangrijk voor mij? Moet je dan allemaal zo'n flexibele yogi zijn, zoals je dat dan wel eens hoort, om te kunnen mediteren? Nee, natuurlijk niet. Maar één ding is de helder. Allerlei spanningen die in je lichaam zitten, zitten ook in je state of mind. Als we het lichaam als een soort, hoe heet dat, katalysator kunnen gebruiken om de, zeg maar, alles af te voeren, is dat meegenomen, is dat handig. Dus de hele plaatje wat ik net vertelde van die asana's die nu op dit moment in het Westen zo populair zijn, heeft niets te maken met de eindhouding van zo'n asana, maar het heeft alles te maken met het balanceren van je prana's en zorgen dat je goed kunt mediteren. Dus ze hebben een beetje de boot, zijn ze aan het missen met het doel van die asana's. Het is leuk, het is hartstikke leuk. Speelkwartier is dat. Maar het doel is lichaam klaarmaken om te zitten. Dus als je niet gaat mediteren, dan ben je gymnastiek aan het doen. Op zich ook prima. Maar wij proberen het toch te combineren, te klaar te maken voor de, om te gaan zitten. En wat is dan meditatie uiteindelijk? Ik ga jullie even een korte meditatie met jullie doen. Om te voelen, te merken van wat het is. Dus zorg dat je recht kunt zitten, ontspannen kunt zitten, je voeten op de grond, schouders ontspannen en sluit alsjeblieft de ogen. Een klein detail is, soms als je je handen neerlegt, leggen de mensen het open. Maar probeer deze wijsvinger onder je duim te zetten. Dit staat voor het Atma, dit staat voor het Jivatma. En Jivatma is toch ondergeschikt aan het Atma. Laten we dat maar doen. Niet zo dat het Atma ondergeschikt is aan het Jivatma. Sommigen willen dat wel, maar wij doen het zo. Je kunt hem zo neerleggen, je kunt hem zo neerleggen. Maar probeer, zeg maar, dat stukje. Dit is de Gyan Mudra. Sluit de ogen. Voel dat je ontspannen kunt zitten. Schouders zijn ontspannen. Kaken zijn ontspannen. Je ogen heb je gesloten, maar je kijkt als het ware naar het puntje van je neus. Met je ogen dicht. Puntje van je tong. Druk je tegen het gehemelte. En wees je heel bewust van elke in- en van elke uitademing. En bij elke in- en bij elke uitademing herhaal je in jezelf de om. Constant. Constant herhaal je de om bij elke in, bij elke uitademing. En je kruin groeit naar het plafond. Want via je Brahmachakra, je kruinchakra, komt de kosmische energie naar binnen en vult het hele lichaam met verse prana. Voel dat het kosmische bij je naar binnen kan stromen, via je kruin. Spiritueel gezien is de mens als het ware een omgekeerde boom, met zijn wortels in het universum. Daar krijgen we onze voeding.
dit is het meest vervelende wat je hebt gedaan? Of valt dat wel mee? Maar het voelt goed? Ja, heel goed. Eigenlijk is dit gewoon... Ik kan alleen... Ik zeg wel eens van, mediteren is een beetje op vakantie gaan. Ja, goed, goed. Dat moet dus door Hollanders veel gedaan worden. Ik snap niet of we... Maar ja, daarom zeggen ze wel voor een grapje. We hebben een letter gemist in Nederland. Holland. Holy Land. Holland. Maar goed, grapje was het. Deze techniek is simpel. Maar de kracht zit hem in de simpelheid. Want we willen namelijk met meditatie, en vooral als je dan een beetje Vata-mensen hebt, Pitta-mensen hebt, die willen allerlei variaties hebben aan meditatie. Maar eigenlijk wat je nu doet, is je geeft geen aandacht aan die gedachten. Want je bent bezig met die mantra. Je bent eigenlijk alleen maar, je geeft de mind werk. Door je tong tegen het gehemelte te zetten. Door met je ogen, puntje van je neus te kijken. En waarom doe je dat? Is omdat als jij wel eens iemand ziet slapen, dan zie je die pupillen op en neer gaan. Zij zijn dromen. Dus je ogen en je gedachten zijn gekoppeld. Dus om ze ook al een beetje te focussen, help je, zeg maar, dat mentale stukje, om dat te helpen focussen. Tong zet je wat achterin tegen het gehemelte, en er zit de Ulna chakra. En die chakra uiteindelijk ga je ook voelen. Dus het is niet zomaar even willekeur, waar zet je hem neer? Nee, zet hem daar. Je moet je maar eens voorstellen nu, je gaat met je tong naar het achterste stukje waar het zacht wordt in je gehemelte. Ja? Dus dat is een heel eind, hè? Dat is een hele lange tocht. Maar net voor dat zachte stukje, daar zit een klein oneffenheidje. En we noemen dat het lift, de lift naar je Brahmachakra. Dus daar zit Lalna Chakra. En die Lalna Chakra is eigenlijk wat je met het mediteren al automatisch kunt stimuleren en prikkelen. De Om, om bij die in- en uitademing, in het begin heb je hebt drie lagen. De eerste laag, als je het nu zegt van, goh ja, ik vind het wel lastig om dat te koppelen aan die uitademing en die inademing, zitten we nog heel dicht op dat versloten systeem van dat die adem en die, dat denken zeg maar samengaat. Maar je kunt je ook voorstellen dat in een gesprek wat we nu hebben, kun je toch al gedachten hebben, toch? Dus het zit niet op hetzelfde niveau als je praat. Nee, het zit iets hoger. Dus je hebt dat op het niveau waarop je eigenlijk de dingen wel zegt, maar net niet meer fysiek. En dat stapje daarboven is die gedachte die je kunt hebben in een gesprek terwijl je al een antwoord zit te bedenken. Op dat niveau, daar zitten we eigenlijk met het herhalen van die mantra. En het herhalen van dan die mantra, maakt niet uit of het ritme van de in- en uitademing snel gaat of langzaam gaat, want je kunt je heel makkelijk op een afstandje weer aanpassen aan dat ritme. En op het moment dat je dat kunt doen, ja? Zesde. En we hebben er acht. Dus de Lalna Chakra is een beetje onbekend. Maar niet bij mij. Niet bij de... Als je de geschriften leest, dan zie je het achtvoudige natuur. En die achtvoudige natuur staat ook weer naast, zeg maar, de acht chakras. Maar ooit is het via de tantra-yoga, zeg maar, geïntroduceerd in het Westen. En daar koppelen ze de ego en mind een beetje als één, waardoor ze dat niet uit elkaar halen. Dus die hebben zeven. En dat is eigenlijk wat heel erg bekend is. Maar dat is een beetje het idee... Zij zeggen ook, Muladhara Chakra is het eerste chakra. Maar eigenlijk is het eerste chakra Brahmachakra. Want dit is waar het begint. Ik heb het op mijn lijst wel eens in het begin, had ik gewoon eerste chakra. Maar ja, dan krijg je zoveel problemen met de mensen die zo geïndoctrineerd en zo gewoond van nee, het eerste chakra is Muladhara Chakra. Oké, dan laat het. Dat is goed. Maar je Brahmachakra, Sahasra Chakra, is eigenlijk het eerste chakra. Waarbij ik dus ook zeg van, is de Lalna Chakra, zit in de geschriften, staat er ook vaak, gehemelte. Dus dat is niet het Vishuddha Chakra, keelchakra. Dus even wennen. Dat is even wennen, dat er nog eentje bij zit. Maar er zitten er nog wel meer hoor. Maar. Dus het mediteren
is een investering in de toekomst. Als je wil dat je heel snel resultaat hebt, moet je vooral een andere sport gaan doen. Wil je werkelijk de bron in jezelf leren kennen, moet je jezelf die tijd geven. Maar wel consequent. Wel elke dag. Wel op jezelf. Weet je, het wordt ook omschreven dat uiteindelijk is het de bedoeling dat je in stilte op een plek voor jezelf zit, waar je alleen kunt zitten. Waar elke dag zit, dezelfde tijd zit. Het moet een structuur worden in je eigen systeem, waardoor die monkey mind weet van, op dat moment heb ik geen enkele invloed. Die monkey mind moet eigenlijk van het verwende kindje af naar gewoon een volwassen en die weet van, nee, er is een nee en een ja. Dus op het moment dat wij de mind kunnen beheersen, niet met verkramptheid, maar beheersen in de zin van zoals je paarden kunt beteugelen. En het mooiste is als je de paarden kunt beteugelen door die teugels licht in de handen te houden. Niet verkrampt, maar gewoon lichtjes. Dat is de beste beheersing die je dan kunt hebben. En dat vraagt tijd. Zo simpel is het. Vorige keer had ik het over de curatieve mindset en de preventieve mindset. Meditatie is preventieve mindset. Investeren in jezelf. En je weet nooit wanneer je die vruchten gaat krijgen. Eigenlijk moet je daar ook niet zo mee bezig zijn. Soms komen mensen naar me toe en zeggen, ik zie allemaal kleuren. Ik zei zo, mooi, leuk. Maar wat moet ik ermee? Ik zei niks. Je ziet ze, klinkt. Maar vergeet je dan de mantra? Oké. Ik zal er niet meer op letten. Ik zei niet meer op letten op de mantra of op die kleuren. Ik zei, dit is een mooie omgeving. Maar dan ga je wel door. Als je op het koord loopt, en er is een mooie film daar zo. Je zegt, leuk, maar als je daarop gaat letten, denk ik niet dat je op koord blijft. Dus je moet je voorstellen, koorddansen betekent dat je moet focussen. Je moet de tijd nemen, met respect doen, en ook het gevoel hebben van dat je het vanuit eigen vrije wil doet. Je kunt het niet opgedragen krijgen, jij moet het willen. Jij moet willen zoeken naar die kern in jezelf, naar die rust in jezelf, naar die stilte in jezelf. Het mooiste wat er gebeurt, is op het moment dat je werkelijk de bron in jezelf ontdekt, is dat een eenheid in diversiteitsgevoel. Een gevoel dat je eigenlijk op een bepaald niveau verbonden bent met elkaar. Dat we allemaal hetzelfde zijn, zo simpel is het. Alleen iedereen heeft een ander jasje. En iedereen heeft zijn eigen denkpatroontje, zijn eigen conceptje. Maar voor de rest zijn we allemaal hetzelfde. Is zo eigenlijk boring, een beetje saai. De lijven zijn allemaal gemaakt van dezelfde materialen. Ja. Dat wordt geboren en dat gaat en dat sterft weer, we weten het allemaal. Maar wat huist er in dat lichaam? Dat is waar het om draait. Want dat gaat verder naar de dood van het lichaam. Dus reïncarnatie is natuurlijk hier zo in deze groep, waar ik zeg van, hè, standaard, is gewoon uitgangspunt. Maar dat is ook de enige logische uitgangspunt die je kunt bedenken. En het subtiele en causale lichaam gaat lekker door. Dus je stevig mind gaat door. Dus in het volgende leven, als je nu denkt van, nou, ik doe dat niet hoor. Dan denk je, dat is goed. Volgend leven krijg je het weer op je bordje. Ander vormpje, ander formaatje, maar je krijgt het weer op je bordje. Je kunt beter dit leven doen. Weet je dat karma, dat zal altijd gewoon zolang nog blijven, zolang jij je ego hebt. Karma is gekoppeld aan het ego. Op het moment dat het ego er is, is eigenlijk als kun je zeggen dat avidya, onwetendheid, ontstaat. En door avidya ontstaan de klesha's en door de klesha's ontstaat karma. Dus karma zit er gewoon. Zolang je in dat ego gelooft van jezelf, zit je gekoppeld aan het karma. Dus veel plezier, want je bent nu al bezig om je volgende leven in kaart te brengen. Maar dat weet je. Dus ik zou in dit leven me heel goed oppassen. Dat zie je bij de religies, hè. Wedergeboorte dat. Maar eigenlijk zeggen ze van, probeer, als je een goed mens wil zijn, niet voor de vrucht in dit leven te gaan, maar wees gewoon een goed mens omdat je een goed mens wil zijn.
Omdat uiteindelijk, ook met die meditatie, op het moment dat je daar bovenuit stijgt, is er alleen maar universele liefde. Punt. Einde discussie. En die universele liefde is waar het om draait. Alleen wij hebben het vervormd met al onze eigen emoties en verlangens en belangen naar emoties. Maar de bron is hetzelfde. En als we dan gaan voelen dat alles wat we, zeg maar, uiteindelijk met elkaar kunnen doen, is universele liefde. Dus dan kun je niet meer boos zijn. Kun je toch ook niet meer jaloers zijn. Maar zolang we daar nog in zitten, zitten we in dat ego. En denk van, nou, veel plezier met dat ego. Maar veel plezier dan met het lijden. Dus meditatie helpt ons om de werkelijke bron in onszelf te vinden. Om dat stukje eigen gecreëerde zelf, dat concept van onszelf, te relativeren. Niet aan de kant te schuiven, want je mag denken, je mag een bepaald beeld hebben en daar mag je ook voor staan. Maar je mag het ook relativeren. En op het moment dat we het kunnen relativeren, kunnen we het ook verstillen. Want jij bent de enige die een waarde geeft aan alles in de wereld. Jij geeft hele andere waarden aan dingen als ik. Het is dus in een neutraal stand. Ja, toch. Ja. Maar in een neutraal stand kun je genieten. Maar je weet dat het moment is. Maar als ik nu ga zitten wachten dat het zich weer gaat herhalen, zit ik niet meer in het moment. Maar je kan heel gelukkig zijn in het moment. En op het moment dat we in het moment kunnen leven, heb je geen zorgen. Nou, dat is toch verleidelijk. Maar dan leef je in het moment. En dat is wat ik bedoel met meditatie. Je probeert door middel van meditatie die kern in jezelf te pakken. De toeschouwer te worden in jezelf. En op het moment dat je die toeschouwer kunnen zijn, kun je net even op een afstandje kijken wat er aan de hand is. En het wil niet zeggen dat je daardoor een afstandelijk persoon wordt. Zonder emoties. In een neutraal stand. Maar dat je eigenlijk veel oprechter betrokken kunt zijn bij mensen. Omdat je geen eigen persoonlijke belangen erin hebt. Want die liefde die is er. Alleen op dat moment is die betrokkenheid van jou, betrokkenheid, heel oprecht, omdat je heel betrokken bent. Alleen er zitten geen eigen persoonlijke emoties, verlangens, veroordelingen in. Nee, je mag zijn wie je bent. En als toeschouwer, geef je de ander de ruimte om te zijn wie die is. Dus dat is een leuk bijverschijnsel. Glashelder. Elke ochtend nu. 5 uur op. Niet 9 uur, maar 8 uur. 9 uur zitten. Nee. 9 uur zitten, dat vind ik top. Weet je, de effecten van meditatie, en als je het medisch gaat bekijken, is het sowieso bloeddrukverlagend. Bloeddrukverlagend, stressverminderend, longaandoeningen gaan verminderen. Eigenlijk kun je zeggen, alles wat stressgerelateerd is, neemt af. Meditatie zorgt ervoor dat je state of mind, welke de veroorzaker is van de stress, tot rust. Dus op het moment dat wij meer in de meditatie zitten, veranker je jezelf veel meer in jezelf. Ja? En op het moment dat je beter verankerd zit, laat je je niet zo snel gek maken door de wereld om je heen. Wie kan jou dan nog gek maken? Niemand. Maar als jij weer uit je anker gaat en je denkt, ik moet daarop reageren, dan denk je, oké, veel plezier. Ik wacht wel terwijl je klaar bent. Wil niet zeggen dat je niks doet. Je kunt best wel keuzes maken om ergens voor te gaan staan. Maar je laat je niet gek maken. We laten ons de kop niet gek maken. We kijken op een afstandje naar de wereld met regelmaat. En kies zelf waar je wel interactie gaat plegen of waar je geen interactie gaat plegen. Die keuze is aan jou. Dus meditatie helpt je om de stressfactor in je hele systeem te verminderen.
om je iets meer uit dat eigen gecreëerde zelf te halen. Om dat eigen gecreëerde zelf, dat concept, die deuren te openen, die ramen te openen. En eens een beetje lucht in de tent te brengen. Een beetje luchtigheid. Want we maken het leven soms zo zwaar. En dan zijn die ego's zo serieus. Ik denk als we de kinderlijke vrolijkheid weer in ons naar boven halen, dan worden we gelukkig. Maar als we die volwassen vrolijkheid hebben, zo vermoeiend. Dus die kinderlijke vrolijkheid, die vind ik leuk. Dus als je me vanmorgen bezig hebt gezien, nou echt. Om die mensen zo te helpen, hè, zo in die houdingen te helpen. Weet je, dat is, daar moet je gewoon lol om hebben. En dan kun je zoveel bereiken, toch? Als aanschouwende partij wel. Nee. Ja. Dan geven ze een zetje af in de goede richting. Ja. Ik denk dat als je naar meditatie gaat kijken, maakt meditatie, en dat is wat een beeld soms is, alsof dat alleen maar hele serieuze mensen zijn. Maar eigenlijk is het juist het kinderlijke. Het kinderlijke moet aan boven komen. En de kinderlijke vrolijkheid, maar ook de vrolijkheid in de zin van Jantje huilt, Jantje lacht. Je hebt verdriet op dat moment, maar dat hoeft niet te zeggen dat je de hele week verdriet hebt. Want als je een kind verdrietig ziet en je geeft hem een snoepje, dan is het verdriet weg. Dus het is een state of mind. Het is een emotie. En als je een kind een speelgoed geeft en je heeft een mooi speelgoed en je geeft hem nog een speelgoed, wat doet je met die andere? Gooit je weg, pak je de andere. Wat doen wij? We sjouwen alles mee. Sla los. Daarom ga ik over een tijdje in een tiny house. Als je weet wat een tiny house is, ik ga in een tiny house wonen. Leg alles per weg. Weg. Dus heb je niet veel nodig? Een potje om te koken? Een bedje om te liggen? Dat is het. Dankjewel. En veel plezier met mediteren.